<laughs> Mijn beste lieve vrienden, Paramaribo groet je met een biggie brasa, straight from the heart. En natuurlijk, lekker warm waar u zich ook bevindt in de wereld. Wij geven u die brasa. virtueel, geeft u die brasa door in het echt. Mando brassa alles maar one, want aboma brassa na brassa toe. Yes, in Paramaribo gaat het natuurlijk. Uh, ja, een beetje met horten en stoten, ik moet zeggen, in Suriname. Want sommige mensen denken dat Paramaribo Suriname is. Maar dat is niet waar. Paramaribo is alleen de grootste stad. Ja, kijk, We hebben verder een paar dorpen en verder geen echte steden. Dat, dat is ook iets om over na te denken hoe het kan dat Suriname, met 600.000 mensen in Suriname, maar beschikt over één. Staat eigenlijk een uitgegroeid dorp. Wij zouden meer moeten hebben. Bijvoorbeeld, meer zou zo'n stad moeten zijn. En dan wanneer je zegt een stad, dan moet die stad ook een stadsbehandeling krijgen. Je kan niet zomaar roepen een stad. Je moet alles krijgen. En zo zou uh, Nunukeri ook een stad moeten zijn. En zo zou uh, Lelydorp ook een stad moeten zijn. En zo kan ik er nog een paar plaatsen bij noemen en dan zou Suriname ineens tien steden hebben, wanneer we ervan zouden uitgaan dat elke hoofdstad van een district een stad is. En dan wil ik zeggen dat we gaan decentraliseren, het magische woord en alles wat er in Suriname en Paramaribo is, ook neerzetten in al die steden. En tegenwoordig is het zo makkelijk, de techniek heeft ons ingehaald en biedt ons allerlei mogelijkheden om al die steden digitaal met elkaar te verbinden, waardoor we kunnen spreken over een modern Suriname. Je hoeft dus niet meer van coroni naar Paramaribo om een paspoort aan te vragen. Ik hoor dat, is nu ook niet, dat hoeft nu ook niet, maar het duurt wel drie maanden, tot zes maanden, tot weet ik veel hoe lang. En als je beschikt over een choco, <laughs> dan kan alles veel sneller. Mijn beste vrienden, daar ging ons onderwerp helemaal niet over. Maar ik wil u wel één ding zeggen. Decentralisatie voor Suriname is een must. Absoluut een must. Wij zouden moeten gaan denken in, in de richting van... Uh, uh, gemeenten, net zoals het in Nederland is, kijk, we kopiëren ja natuurlijk, je hoeft het wiel niet meer uit te vinden, toch toch we zijn toch geen ezels Ze Suriname vindt steeds een wiel uit en dat wiel is vierkant of het is een, een driehoek, asanai wokkel, kijk op dit moment is er een strijd in de hoofden van de mensen omdat ze net een kleine opstoot gehad hebben van de uh, de, de, de or, organic movement, die, 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 die is on, ondertussen genoemd de orgasmic movement. Maar goed, hey, 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 hey. kijk, woorden vind ik wel eens uit, maar deze heb ik niet uitgevonden. Deze komt van ergens anders vandaan. Maar luister nou: die movement heeft wel degelijk effect gehad. Het is nog geen movement, het is gewoon een team met een aantal volgelingen. Die heeft wel effect gehad, want president Santoki. Heeft niet meer als een geweldige, stoere, arrogante jongeman gezegd. Ik ben voor vijf jaar gekozen en dit zal ik uitzetten. Nee, hij heeft water bij zijn wijn gedaan. Wij noemen het, hij is op zijn knieën gegaan. Niet letterlijk, maar er zijn mensen die boos zijn geworden omdat wij dat gezegd hebben. Want voor hen mag de president niet op zijn knieën gaan. Tijli luister, Het Charme-offensief is het enige dat de redding biedt aan de president. En Chandrika Persat-Satoki heeft het Charme-offensief toegepast. Nu heeft het Charme-offensief, dat wil zeggen dat je nederigheid toont hè? en moet op je knieën gaan, is helemaal geen schande. Toegeven dat je fout bent, is geen schande. Maar dat heeft gemaakt. Dat er een aantal mensen in is bezig van. Ja, maar onze president kan niet en dat het, pst, hoor je hem voor. Het is een voordeel, want hij heeft tijd gewonnen. Arcatorie, hij heeft tijd gewonnen. Los van het feit dat hij gaat doen wat hij heeft gezegd. Dat is een vraag die ik er toch, want Santo is er maar van belofte. Heeft hij tijd gewonnen? Hij begint tegen je te zeggen: van luister nou, dat de ding van die, die de, de, de gaan we even aanhouden, want we moeten nog kijken enzovoort. En we moeten dit en we moeten dat. Hij begint over die RVC's te zeggen: ja, we moeten praten met de directie, want die RVC, de mensen he, van het bestuur en zo. Poppenkast, RVC, heeft niks te maken met de directie van een, van een parastataal bedrijf. Absoluut niks. RVC, raad van commissarissen, is een ondersteunend lichaam. Dat wil zeggen, je kan eigenlijk die RVC op elke dag verwisselen, zoals je dat wil. Zoals het beter uitkomt. Wanneer gaat, en je gaat de directie verwisselen, dan is het theaterverhaal. verhaal. Maar RVC is geen directie, dus dat is ook een fabel. Goed. Over dat reshuffelen heeft hij een gigantisch probleem. En dat probleem heet Fipietje. Fipietje is in deze regering een, een, een bonjon die in de straat van Santokki zit. Hij kan het niet slikken, hij kan het niet uitspugen. Adé, lik van adé. En dat is zijn grootste probleem. Maar hij heeft nog een probleem. En dat probleem is... <laughs> Ja, kijk, 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 het probleem is een probleem van thuis. En het grappige is: al die dingen heb ik herhaaldelijk gezegd. Isabi, wanneer jij Suriname meeneemt onder de deken, dekens, dan kan het best voorkomen dat je heel Suriname naait. Om het maar zo te zeggen. Weet je, je vertelt ons dat je jouw first lady. Jou gaat ondersteunen in je presidentiële taken. Wij hebben geen, nogmaals voor de duizendste keer. We hebben geen enkele constitutionele relatie met de First Lady. Wat doe je? Je geeft voor een instituut. Je geeft voor een stempel. Je geeft, je geeft, je geeft, je geeft. President Chantokie. Ik heb het al duizend keer gezegd. Maar ik ga het nu nog een keer zeggen. Jij bent bezig, jouw val. Van het hele kabinet en de hele regering uit te stellen. Want niemand laat je, heeft je laten vallen. Jij bent de enige en de persoon die deze val heeft ingezet vanaf dag 1. Dacht je dat het, do, dat het gewoon door zou gaan? Dacht je dat het Surinamse volk zou pikken... dat je alleen maar bezig bent met friends en family... en je vrouw 100.000 functies geeft... en andere mensen... en het hele kabinet vult met gladiolen? Het gaat niet. Het kan niet. Het mag niet. Het moet niet. Dus het gaat ook niet. En het gaat nu tegen je inwerken. Kijk, als jij nu zegt... president, dat je die dingen gaat terugdraaien... en alles gaat terugdraaien... moet tegen die woensdaning... Wanneer op het schaakbord je niks van schaken, wanneer op het schaakbord zit, en je hebt eenmaal die eerste set gedaan, zijn alle andere set die je gaat doen is afhankelijk van de eerste set die je gedaan hebt. Want vanuit de andere kant wordt er gere, ge, gereageerd. En wie reageert in die andere kant, en dat is het grappige, de andere kant zit niet twee peetjes met zijn abo op niks nexwark de andere kant zit het volk van Suriname. En als je denkt dat je die mensen voor de gek kan houden, dan moeten we Bob Marley herhalen. You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. En wat er nu gebeurt, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. En die onechte spelers, die geven die fight op. Maar die fight is nu bij het intellect van Suriname. Die blijft nadenken, die blijft in, in, in analyseren en die kijkt en wacht op het moment dat jouw gewicht, jouw arrogant gewicht, je gaat laten struikelen. Want niemand heeft het gedaan, jij hebt het zelf gedaan. Beste vrienden. Parramaribo, groet u met een grondtap, Biggie Brassa, straight from the heart en tot later. Suriname Unite. En ik zeg aan al die mensen met die gigantische ego's en die Biggie moffels en die geweldige hele Suriname Unite is the only way we are going to win this fight.